ASMR video. En ik heb vandaag voor jullie deel 7 van de Nederlands VS Vlaams. Dit is ook echt weer echt mega lang geleden. En ik krijg nog steeds berichtjes van wanneer ik dit weer eens een keertje op wilde nemen. Dus bij deze, ik heb een deel 7. Wow, insane. Ik had nooit verwacht dat ik hier een deel 7 zou op gaan nemen van Nederlands VS Vlaams. Het is eigenlijk echt wel een soort van miniserie geworden. Wat ik overigens echt super leuk vind, want ik hou van de Belgen. Ik hou ervan. Ik kom heel graag in België. Ik heb bij deze deel 7 en mochten er mensen geïnteresseerd zijn naar een deel 8 inzien. Deel 8. Dan moet je dat vooral eventjes laten weten hieronder in de reacties. En dan, wie weet, komt er nog wel een keertje een deel 8. Ik kan er nog steeds niet geloven, maar het is echt zo. Ik ben al aan deel 7. Terwijl deel 1, mijn eerste Nederlands VS Vlaams, echt nog superveel bekeken wordt. En ik krijg er nog berichtjes over. Wat overigens echt super leuk is. Dank jullie wel. Ik heb daardoor ook echt super veel nieuwe Belgische mensen als abonnee. Mijn dank is groot. Ik vind het geweldig. Dus met veel plezier ga ik een nieuw deel maken. Ik heb een aantal woordjes in het Nederlands VS Vlaams. Daarvan heb ik woordjes van jullie onder de vorige video, deel 6. En ik heb een aantal woordjes die ik ga raden, die ik doorgestuurd heb gekregen. En daarbij heb ik ook nog een zinnen, oftewel gezegden, van mijn woordenboek. Heb ik gewoon ingetoetst. Mijn woordenboek, op Google kun je dat intoetsen. En dan krijg je gezegden van het Nederlands naar het West-Vlaams. Die ga ik ook zeggen. En dat is soms best grappig, want ik weet niet hoe je alles uit moet spreken of het goed uit moet spreken. Dus ik heb er een aantal gekozen. Misschien dat ik de volgende keer er meer van pak. Maar als allereerste gaan we weer beginnen met het woordje. En het eerste woordje is daargens. Daargens. Zeggen ze ginder. Het kan natuurlijk zijn dat jij dat niet zegt, maar dat ligt waarschijnlijk ook aan in welk deel in België jij woont. En het kan natuurlijk zijn dat jij het ook gewoon in het Nederlands zegt, maar even voor de duidelijkheid, ik heb dit gewoon van internet afgehaald, dus don't blame me. Het woordje daargens. Daargens. En op zijn Vlaams is het ginder. 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 Klinkt best heel raar. Maar ook wel logisch. Ginder. 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 Daargens. Ginder. Daargens. Ginder. Het volgende woordje wat ik heb is, ja, kamer of studentenkamer. Het staat bij mij tussen twee van die tekens in. En dus Nederlands zeggen wij studentenkamer ofwel, oftewel gewoon kamer. Maar ik zal denk maken studentenkamer, omdat tussen twee van die haakjes in zit. Studentenkamer. 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 En op zijn Vlaams zeggen ze kot. 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 En zo heb je ook wel eens een kot, madame. Is dat niet zo'n schoonmaakster die op jouw kot schoonmaakt, denk ik. Anders weet ik niet hoe ik aan het woord kot, madame kom. Maar goed. Kot. Studentenkamer. Kot. Studentenkamer.
Smoske. Smoske. En sorry als ik het verkeerd uitspreek. Ik weet het ook niet helemaal. Ik zeg maar gewoon wat er in mij denkt. Dat er in mij opkomt. En ik denk van, dit is goed. Smoske. Is broodje gezond? Broodje gezond is smoske. Smoske. Het volgende woordje vond ik zelf heel erg grappig. Daarom heb ik hem ook gekozen. Ik vind hem echt grappig. Nootmuskaat. Op zijn Nederlands. Nootmuskaat. Nootmuskaat op zijn Nederlands. En in op zijn Vlaams is het muskaatnoot. Het is gewoon eigenlijk een beetje omgedraaid. Muskaatnoot. Muskaatnoot. Oftewel nootmuskaat. Muskaatnoot. Dat is echt omgedraaid. Letterlijk omgedraaid. Nootmuskaat zeggen wij hier in Nederland. Muskaatnoot zeggen ze in België of in Vlaanderen of in West-Vlaanderen. Ik heb geen idee. Ik heb dit ook maar gewoon van internet af. Nootmuskaat. Muskaatnoot. En de laatste is make-up. 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 Kan zijn dat ik dit al een keertje heb behandeld. Ik weet onderhand niet meer welke woordjes ik eigenlijk allemaal heb behandeld. Dus, I don't know. Heb ik dit al een keer behandeld? Ik heb echt geen idee, maar ik vond hem gewoon leuk. Make-up. Make-up. En op zijn Vlaams is het schmink. Schmink, 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 schmink. Ik hoop dat ik het goed zeg. Make-up in het Nederlands en schmink op zijn Vlaams. Make-up, schmink. Dan waren dit de woordjes die ik heb opgezocht. En dan ga ik nu met de woordjes door die jullie hebben in de reacties hebben gezet in deel 6. Mocht het nou zo zijn dat jij nog meer van die woordjes wil die ik moet herhalen of moet zeggen in de video, laat het me dan weten hieronder in de reacties. Vind ik super handig en super leuk. Oké, de eerste is, het kan ook zijn trouwens dat het best Vlaams is in plaats van Vlaams. Maar goed, de eerste is ruzie maken. Ruzie maken in het Nederlands. Ruzie maken. Ruzie maken. En op zijn Vlaams is het, of West-Vlaams, is het ambras maken. Ambras maken. Wel typisch dat het maken dan hetzelfde is. Wel heel apart. Ruzie maken. Ambras maken. Ruzie maken. Ambras maken. Ruzie maken. Ambras maken. Die is voor mij heel moeilijk. Ik kan dan eigenlijk een vloeiende R kunnen uitspreken, maar ambras. Nee, lukt niet. Dat is een sissende R. Oké, we gaan door naar het volgende woordje. Pantoffels. Pantoffels. Ik zeg eigenlijk nooit pantoffels. Ik zeg gewoon sloffen. Is het sloffen dan hetzelfde woordje? Want pantoffels, en dan heb je ze in het Vlaams, is het sloeven. 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 Ik ga mijn sloeven aantrekken. Sloffen. Sloffen. Ja, ik zeg gewoon sloffen, dus dat klinkt logischer. Sloffen en sloeven. In plaats van pantoffels en sloeven. Wat zeggen jullie tegen sloffen? Is dat ook gewoon sloeven? Of is dat een ander woord? Ik heb echt geen idee. Dan zijn er ook nog een aantal woordjes die iemand had doorgegeven om te raden. Het is wel al op zijn Vlaams of West-Vlaams. Maar dan ga ik in het Nederlands proberen te raden. Het eerste woordje is frietkot. 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 En frietkot is gewoon frietzaak. Op zijn Nederlands, dat denk ik, maar frietkot en frietzaak. Ik zeg altijd, ik ga naar de frietzaak. Ik zeg geen friethuis. Frietzaak. Frietzaak en frietkot.
wimpers is wimpers. Wow, daar was ik nooit op gekomen. Nooit. Dus pinkers zijn wimpers. Wow. Nee, daar was ik echt nooit op gekomen. Pinkers, wimpers. Dan ga ik door naar het volgende woordje te raden. En het volgende woordje is een lekstok. 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 En een lekstok, denk ik dat dat een lolly is of een soort snoep. Niet iets anders dan, oh god.
Als ik zeg gewoon het rint, dat klinkt niet. Of het geeft.
Ik zou het in ieder geval wel heel erg leuk vinden, want ik kan hier echt van genieten om deze video te maken. En blijkbaar jullie ook, want anders krijg ik ook niet zoveel vragen. Maar dit was alweer het einde van de Nederlands vs Vlaams. Ik hoop dat jullie het leuk vonden een beetje zo een speling erin te hebben met niet alleen woordjes, maar ook met zinnen. Of met de woordjes die jullie doorgestuurd hebben. Vond jij deze Nederlandse vs Vlaams leuk om naar te kijken? Zo ja, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En doe dat vooral echt, want daar help je mij echt enorm mee. Want ik heb gezien